Nu de coronamaatregelen weer gaat versoepeld zijn, komen er ook weer stilletjes aan mogelijkheden voor artiesten om zich te presenteren. Het trio L3 uit het Heuvelland profiteerde onlangs van het schöne weer om zich boetevuur te bereiden op allerlei nieuwe dingen die ze gepland hebben. Ja, we zijn hier aan het repeteren, want op 13 september gaf er hier op Kastielhoeve Kartiels tijdens een prachtig kunstweekend een coronaproof concert in de tuin. En ja, we willen toch even weten wie het geluid klinkt natuurlijk hier in deze omgeving. Dus we zijn dat even aan het repeteren. En chili, ding banaan. Maar als ik dit liedje zing, dan denk ik aan ding. Dan ligt het niet wat stil te stoer, nog niet voor dich en mij. Want als ik dit liedje zing, dan denk ik aan ding. Dan ligt het niet wat stil te stoer, nog niet voor dich en mij. Het andere project, hoe L3 vuil van verwacht, is in samenwerking met Jacques Smeets. Hij schreef, geïnspireerd op kunstwerken, gedichten en organiseerde vurig jaar al concerten samen met het klassieke trio Vivente. En hoe dus met L3? De Limburgse liedjes die spreken me erg aan. Ook de combinatie van de beelden, dat zijn nu foto's die ik van specifiek materiaal, fotomateriaal wat ik uitgezocht heb. De teksten die ik opgeschreven heb, poëzie, is ook heel anders dan wie ik dat met Trio Vivente deed. Trio Vivente was klassieke muziek, dat is natuurlijk heel wat anders. En dat is een nieuwe uitdaging, zo zorgt dat wel. Dat is een nieuwe uitdaging van ik ga het nu eens op een andere lees gooien. En Trio Vivente is een eigen gang gegaan en ik ben bij L3 terechtgekomen. Ik zag op Facebook dat Jacques een mooi project vorig jaar had met een klassiek trio, waarbij je poëzie combineerde met die klassieke muziek. Dat wordt een jaar een proefperiode, dat wordt afgelopen en ja, Jacques zong eigenlijk alleen nog door. Dus dan denk ik van, hey, wacht even, dit is ook natuurlijk heel mooi te combineren met Limburgse loesterliedjes. Ja, muziek maken, teksten maken is ook poëzie eigenlijk. Hè? Verzingen poëzie en Jacques spreekt die poëzie uit aan de hand van prachtige beelden, kunstwerken, foto's en dergelijke. Dus die combinatie die gewoon ver van de eerste keer metmaken, ik denk dat dat heel mooi gaat werken. Ver gewoon letters inspireren, bied ik op dat wat Jacques vertelt. Jacques liet zijn gebiedje inspireren op wat verzingen. Zo werd het een hele mooie combinatie. Een beleving eigenlijk van poëzie, gezongen, gesproken en in beeld. Ik denk dat dat prachtig gaat werden. Nou, ik verwacht er best veel van. Want ik heb wel wat hier en daar wat contacten weten te creëren. Ook in deze tijd, coronatijd. Want het begint nu eigenlijk weer een beetje te lopen. Qua aantal publiek, ja, dat zal nog wel een beetje tegenvallen in het begin. Maar dat zal voorzien wie het zich daar verder gaat ontwikkelen. Ik verwacht er best veel van. En dat bleek ook wel uit de reacties van de mensen waar ik contact met heb gehad. Die zeggen, ja, fantastisch en dat moeten we zeker doen. En dat gaan we regelen en ik hoor niks anders dan dat soort reacties. Eerste optreden in oktober. In oktober of 11 oktober, dan treden we op in het convent, Ursuline Convent in IJzen. Daar gaan we beginnen. En we proberen het in één sessie te doen, als het niet gaat, als te weinig man komt, dan doen we in twee sessies op in een dag. Nou, maar dat is, uit feite is dat allemaal zo'n beetje in kannen en kroeken. En de volgende, nou, die delen zich nu inmiddels aan. Ja, maar eerst natuurlijk dit concert hier op de Kasteelhoeve. Voor dat concert hier in Kartiels hebben we ook een heel leuk duo gevonden die ons daarbij kunt vergezellen. Een duo uit Heerlen. Paul Munsterman, bekend van Paul en Leo, maar dan met zijn dochter Carlijn. En die brengen prachtige Heerlijke liedjes in het Heerlijks plat, ja, dat besteedt inderdaad. En ze zingen al dikker samen in de revue van Heerlen. En je kunt dat nu voor de eerste keer hier op Kartiels door samen met L3. Maar zin ik dich hier dan toch weer naar mij, dan ben ik te vrij, ben blij. Het blijft toch muziek, het blijft toch muziek, het blijft toch muziek, het blijft toch muziek. Het blijft toch muziek, het blijft toch muziek, het blijft toch muziek.
Heer, ik heb me een auto weer opgehaald bij Moos Autoschade. Wel ja, Jos, wie denk, heb ze nou in de prak gereden? Weet toch niet dat ze dan op Tiger gaan zeilen? Wieso? Moos Autoschade maakt toch helemaal weer geen chance van. Iedere keer een alleen auto. 4 jaar Fokwa garantie. Fokwa? Fokwa. En ik kreeg hem gepotst terug, blinkend wie in een spiegel. Oh, ik dacht dat ik in een dubbelganger zag. Dus, Pierre, hupst en blutsch. Moos Autoschade in Valkenberg bellen. 0436 09 09 09. Is dat geen sakslijn, hè, Jos? Wat sakslijn? Doe zes maar gat. Gewoon naar moosautoschade.nl. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daarom houden we altijd 1,5 meter afstand. We geven elkaar de ruimte. Als het nodig is, doen we een stapje opzij. Of een stapje terug. En als iedereen meedoet, gaan we elke dag een stapje vooruit. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Den Vrug, de verjaardagskalender. Welkom bij het felicitatieprogramma Verjaardagskalender. Iedere zondagmorgen te beluisteren op Drieheuveland. En heel veel spas en plezier. Van harte een schone dag en dat zit Annie. En de volgende week zondag is er wederom een verjaardagskalender. Heb je er nog een verzoek? Laat het me weten. Tot zondag. Bedankt. In IJs de Margraten wordt een mini-symposium georganiseerd over het instellen van burgerraden. Paul Hertogs geeft een toelichting. Een burgerraad is een onafhankelijke, door loting samengestelde groep burgers die zich buigen over een probleem die zich in de gemeenschap voordoet en die daarmee een oplossing hopen te vinden. Als men de gemeenteraad besluit een burgerraad in te stellen voor een onderwerp, dan worden er door prikken in een telefoongids 100 mensen bij wijze van spreken geselecteerd. Daar valt er heel veel van af, dus uiteindelijk houden er misschien 25 over. Dan kijken naar de evenredigheid mannen, vrouwen, jong, oud, zijn alle kernen een beetje vertegenwoordigd. Er zijn veel voorbeelden om dat toe te passen, een burgerraad, waar bijvoorbeeld toerisme, wat in alle Mergeland-dorpen toch wel soms problematisch is qua parkeren, qua bezoekersaantallen. Meestal als de gemeente een inspraakavond organiseert, dan komen vaak dezelfde mensen, vaak tegenstanders van een plan. Dus je krijgt een soort blinde vlek en een soort wantrouwen tussen bestuur en burgers. Door loting krijg je een hele andere samenstelling van mensen die gewoon fris van de lever een mening gaan geven en zich verdiepen. Want een burgerraad bestaat niet alleen uit burgers, daar moeten ook, die moeten ook geadviseerd worden door deskundigen. Hoe gaan jullie straks het bestuursorgaan, de gemeenteraad en de burger erbij betrekken? Nou, wij hadden het plan om een symposium, een bijeenkomst te organiseren met sprekers uit binnen- en buitenland die ervaring hebben over dit onderwerp burgerraden. Maar dat is door de coronatoestand kunnen we dat niet doen. We hebben gesprek gehad met de burgemeester in de hoop dat het via videostreaming wel kan. En we gaan dat aan de raad vragen of zij ook daarmee kunnen instemmen dat dat symposium, die bijeenkomst over burgerraden, of dat via datzelfde systeem via streaming gestalte kan krijgen, want dat kost heel veel geld. Je noemde eerder van sprekers. Van welk formaat moet ik me die sprekers voorstellen? Mensen die ervaring hebben in de ins en outs van burgerraden, waar ook de valkuilen zitten. En we wilden graag door deze mensen die kennis overbrengen naar de gemeenteraad en naar de burgers uiteraard, om daarna te kijken, is dat niet een mooie formule om de kloof die er nu is tussen burgers en politiek, om die te dichten. En hoe gaan jullie de gemeenteraad daarover inlichten, over jullie plannen? Wij gaan dus inspreken in de raad van 14 september, maar die is uitgesteld. Gaan we inspreken.
Mm-hmm. En dan hopen we dat Raad met ons meegaat om samen dat symposium te organiseren. En als het symposium er komt, wat hopen jullie daar uiteindelijk mee te bereiken? We hopen daarmee draagvlak te krijgen voor het idee burgerraden. En we hopen daarmee ook controverses die zich in het verleden hebben afgespeeld. Als bijvoorbeeld de trambaan, de grootschalige paardenmaneges. Om als burgers daar van tevoren over praten met elkaar en een goed advies erover geven. Dat dan die controverses een beetje buiten de deur blijven. Werkelijke participatie op het hoogste plan te krijgen. Want participatie is meedoen. Ik stond hij precies midden in het dorp Lemiers. Lemiers dat huurt bij de gemeente Vols, een van de twee kerkdorpen. En hij is een actiecomité opgericht, dat heet Lemiers Leeft. De voorzitter ervan, de Frans Baudelaer, hem heeft uitgenodigd om het schet te vertellen over wat dat actiecomité gaat doen. En inderdaad, hoe we hun het schet wandelen door Lemiers, een bepaald aantal punten bezoeken. En het kijken hoe leefbaar Lemiers kan zien en kan worden. Frans Baudelaer, voorzitter van het actiecomité Lemiers Leeft. Frans, voordat we inhoudelijk het kunt vragen over het comité wat ze allemaal doen. Hoeveel lu wonen eigenlijk in Lemiers? Oh, een kring 800. 800 lu in het kerkdorp Lemiers, onder de vlag van Vols. En wat zijn er voor nationaliteiten en wat voor hij zo met ze maken aan? Nou, hij zijn verschillende nationaliteiten. En dat is vooral in voor lu wat hij wonen, die werken Urien Zangers in Heerlen, Maastricht, met heel veel ogen. Dus hij woonde dus ook regelmatig veel Duitsers. Maar ook veel Forenzen die in het Zuid wonen en daar waren voetjeund. En eigenlijk weinig binding kreeg en hand dus met de gemeenschap Lemiers. Dat is eigenlijk een van de speerpunten van het actiecomité natuurlijk. Hè. De samenleving weer mobiel maken. En zijn die ook kinderen Lemiers? Nou, de school die is zo. De lagere school dat zou alleen een crash hebben vanochtend. Die is dan inderdaad in het oud schoolgebouw. Die crash gaat goed, dat wel. Maar mensen met kinger, ja, die moeten naar Ville Oostwegen of naar Vals, waar ze de kinger op de school doen. En hand heeft dus geen mogelijkheden meer. Maar er kiest ook dat die kinger dus in een verein doet, in Vals en in Ville. En eigenlijk geen Lemiers een beetje, ja. Die junt met de vriendinnen en de vriendjeren, die junt ze dan samen met een kliek ergens naartoe. En dat is hij niet meer. Nee, want Frans heeft ook bijna geen winkeltjes meer. En nog één café, dus ze moeten daar eens anders gaan zoeken. Vertel een schet over het actiecomité, wat er allemaal zo doet. Nou, in feite is het geboren hoe ze het kerkbezoek, he, dat loopt dus drastisch naar beneden. Want hij ging intenties, dan zit ze nog 12 drutsing man in de kerk. En dat zal natuurlijk op termijn, en we denken dus van tussen de 1 en de 5 jaar, zal die kerk dus wel gedeeltelijk of jans aan de eredienst worden ontrokken. Ja, en wat je zal met dat gebouw doen, dat is de vraag. Voor hand hij jonge winkel, wel toch redelijk veel senioren wat hij wonen. En nou, voor dat dus eventueel dat in die kerk of onder die kerk of bij die kerk dus een buurtwinkel kan geplaatst worden. Met een buurtwinkel die tevens een functie had om bijvoorbeeld ook pakket aan te nemen van de courierdienst. En die dan ook kan ze ruilen enzovoorts. Maar die eventueel in een postzegel kan kopen of zo. Bijvoorbeeld en een e-refel bewijzen van. Ja, ja. Maar vooral die artikelen wat ze dus in een supermarkt niet kan krijgen. Want daar kan ze toch niet meer concurreren en verhandelen in Valsalvier. Dus dat had niet zweek. Maar wel die klingdingen waar nu behoefte aan de hand, dat ze zeggen, verdomme, dat ga ik verjezen. Dan moet ik even hinkijken of die dat hand. Frans, verstond hij bij de kerk, bij de Rijksweg, de oversteekplaatsen. Dat is allemaal nogal hectisch, hè. Vertel ons, kunnen we. Nou,
Want ze precies wat hij dus Robin de Raaf heeft. Dat gaat ze dus, als ze dus van Vals af kunnen, zullen ze dus naar Klaasvelder weg op. Nou, dan had ze wel een paar minuten nodig voordat ze dan erin herkent, normaal gesproken. Maar hij is een heel drukke fietsroute. Een heel drukke fietsroute. En die fietsroute die heet van over het Tuutsch, kunt je alle mis over het Breuks in de river, en die heet zo op Hozeldaal. Lu, die hij komen fietsen, die heet aan die oversteekplaats, die eigenlijk voor voetgangers is, maar die is niet beveiligd. En die junten erop waren over het trottoir en junten hingen een trottoir eraf, wat heel gevaarlijk kan zien met auto's hoe ze uitrit te komen. En wat wilde er als actiecomité, had dat de gemeente ja deed? Nou, de gemeente kan dat nu zo doen met de provincie. Het is een provinciale weg. En een van de speerpunten die vuur dus hand, dat is Lu Bienetse Hole. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de Schenk als autorijlesgever. Lu, die ooit allemaal op de weg is, je zei ze aan vraag waar een reer en zo. Die hij eigenlijk zich dan zo over gaan buigen. Wat is de mogelijkheid om dat hij veilig te maken? Frans, we stonden nu in Oud-Lemiers, eigenlijk op een strategisch punt. Hier komen veel fietsers en wandelaars. Maar hij is ook een van de, een aandachtspunt in de geschiedenis, waar het actiecomité ook het mee had. Vertel ons het van. Nou, in feite, vergeet hij op een viersprong, wat eigenlijk een V-sprong is. Vroeger, bij de Romeinen, loofde hij van Oud-Lemiers oost, dus naar Villehen, loofde de Via Regia. Dat wordt dus een Romeinse weg, daar loopt het heel overheen. En de weg wat de Hengeros liet, dat is dat nu de Kasteellaan. Maar vroeger was dat een gewone voorspad. En op de biesje, op die huurde, daar, op de heuvel, daar liet de Deus. En nou, wat de naam van Dankunto had meer gebouwen hier in het Zuid-Limburg, die Deus genoemd werden. Naar Engels zei je, dat had je met de Herriot te doen, Deus. En de andere zegt, ja, dat kun van Frankrijk hoes, dat is een gedeelte van een rechthoek. Hey, en wat is dat voor gebouw? Dat is een, eigenlijk een boerderij, je weet. Nu is die omgebouwd worden tot woning. Maar een heel oud gebouw, dat is een van de oudste boerderijen die heel bekend zijn. Ja, we hadden er meerdere, we hadden er weer van de Kool en we hadden ook de Deus. En de Deus is eigenlijk een heel mooi gerenoveerd pand worden, ja, wat niet te toegankelijk is, maar de man die het Jolde had, had dat prachtig gerestaureerd. Jeff en Guido Ubers uit Beemelen hebben een hele grote passie voor oude landbouwmachines en doen deze restaureren. We zijn eventjes bij hun op een bezoek op hun landgoed. Ja, dat is niet alleen die oude landbouwmachines, maar ook de tractoren. Eind jaren 80 was een show in Voeren, hier vlak over de grens. En daar kwamen allemaal die tractoren van mijn jeugd kwamen daar weer voorbij. En ik had gedacht, wat zijn die tractoren? Maar die tractoren, ja, die waren toch bij de enthousiastelingen. Mensen die van het oude spul hielden. Ik was daar niet alleen, er waren natuurlijk nog meer van die enthousiastelingen. En toen is het idee geopperd om hier in het Zuid-Limburgse een vereniging op te richten. En dat is toen ook gebeurd in 1989 door vier enthousiastelingen uit Margraat en Welsde. En ik kan me nog herinneren, de eerste vergadering hadden ze gedacht, ja, er zullen wel enkele mensen naartoe komen. Maar de zaal in Sibbe was boordevol en op diezelfde avond is toen ook een bestuur gevormd. En toen zijn ze daarmee, dan is die vereniging opgericht en toen zijn daar ook de activiteiten ontploft. Ja, we staan hier bij een activiteit. We zijn aan het ploegen op traditionele wijze.
En dat doen we omdat het een hobby van ons is. We zijn hier met een tiental mensen bij elkaar, een tiental ploegers. Het zijn hele mooie combinaties. En we doen dat eigenlijk om ook het traditioneel ploegen, om ook het gebruik van de oude historische tractoren, om dat gebruik in ere te houden. Wij doen het op ouderwetse manier. En dat is heel anders dan ze vroeger deden met... vroeger gebruikt werd direct na de oorlog. De Alishamo trekker komt oorspronkelijk uit Amerika. En de spuit ook, zo rond 1945, 1947. En beide objecten zijn met de Marshallhulp geïntroduceerd in het land. Dus na de oorlog, de meeste boeren die reden nog met paard en wagen. En toen was er een injectie nodig van de landbouw, van de economie. En toen is door Amerika het zogenaamde Marshallhulpplan opgezet. En dat zorgde dat deze trekker, de Alishamo trekker en ook de Iron Age boomgaat spuit. Waarmee ze de boomgaat deden spuiten. Maar ook bijvoorbeeld tarwe. Die werden naar West-Europa gehaald. Die werden in delen geassembleerd. En vervolgens gebruikt door de boeren in Limburg onder andere. Jullie zien hier onze vier zonen, de gloeikoptrekker, één cilinder. Ik zal eventjes demonstreren hoe ze zo'n trekker starten. Mm-hmm. Dit is de originele brander, die werd gebruikt voor het starten van de gloeikoptractoren, zoals Lans, vier zonen of andere merken gloeikoptractoren. Dat werkte in principe met spiritus en benzine, die werd dan aangestoken en die werd dan onder de kop gezet. Mm-hmm. En als dan de kop warm genoeg was, werd de dieselkraan opengezet. Er werd dan hier diesel ingespoten. En dan, dan wachtte je tot die kop warm genoeg was. En dan ging je aan de andere zijde, kunnen we eventjes kijken, daar zit het grote vliegwiel. En daar ging je dus aan draaien, links, rechts, links, rechts. En als je warm genoeg is en je gooide hem tegen de druk aan, dan begon hij te lopen. Ik ben hier groot gegroeid. Mijn vader had een klein boerenbedrijf en de eerste tractor die hier kwam, dat was een Gultner Spessart. Dat was in 1960. Dus en hier in de buurt waren niet alleen Gultners, maar ook Duitse, Alishamos, Cormex, noem maar op. De boeren gingen toen van het paard naar de tractor over, dus dat heb ik nabij meegemaakt. Als je nu met het internet gebeuren, nu worden tractoren uit Amerika gehaald, Canada, Engeland. En dat had je vroeger niet. En dan was je alleen maar hier in de buurt, met mensen die wat iets onder hun schuur hadden staan, maar die schuurvondsten. Ja, die zijn heel, heel weinig meer deze tijd. Maar vroeger was het gewoon, de boeren die hielden die oude tractor, die werd ergens onder een afdek gezet en daar bleef die staan. En als je daar geluk mee had, kon je zo'n tractor voor niet te veel aanschaffen. Ja. Maar door het internet gebeuren is het wereldwijd geworden. In de kroeg
morgens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga mee op bal. En hij zei leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof er nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander in geruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan.